The free practice is over, and whilst the riders who are still on track make their way back to the boxes, be sure to stick around for a look at the times. Something new. We're back at the circuit for second qualifying. The first riders are about to get out on. There he is, heading out on track, and we'll soon find out whether he's looking for a quick lap time, whether he's trying. Gotta be kidding me. De achterbanden zijn echt aan het kopen van het zo heet. 2-9, 2-10, 2-11, 2-12. We'll be right back.
keuze maken, maar ga je echt gewonnen. Ik denk dat ik beter ben aan een kwalificatie ronde. Wat kan beter? Wat kan beter? For the moment, it looks like. Ja, moet ik oppassen, want ons land is koud. Movement in the pit, the mechanics are preparing the bike and the rider seems very focused. Now let's see if he can. What do you mean? Oh, Suzuki is a crash. People, get it together. You are the pro. Kijk of ze nou die achterband niet hebben al op de eieren. Vijfde plek, oké. Nee, ik denk dat mijn doelstelling wel. Greetings to all our viewers from the peninsula of Qatar. The floodlights that light up the LaSalle circuit are on. It's been a long weekend for the Moto3 riders, but finally the showdown is here. We're coming to you from the starting grid
There's just a few minutes to go before the race begins. Medium en hard. Ja, leuk medium, maar ik mag toch hopen dat er ook andere mediums zijn als die, hè? Ja, die zijn er. Wat een idioot zeg! Een medium dan die daarna helemaal al op zijn toer heen was, joh. Dat is slim. 11 laps? Nou. Oh, dat moet je niet. Ik ga naar buiten. Again. En we gaan het zien. Start race. Qatar Motorcycles. Bocht. Motor zitten, joh. Waarom val ik zo snel? Zo de miet erop, joh. Waarom val ik ineens zo snel? Waarom val je? Oh shit! Oh my god! En holy fuck! Volgens mij reed iemand dood. Ik heb niks van een setting, maar ik heb het idee dat ik hier veel meer moet oppassen met breken. Echt veel meer als daarvoor. Ik weet niet wat het is, maar... Holy shit! En de slipstream! What the fuck? Hoezo val ik? In de fucking quali practice, no problem. En dan ineens vallen. Thank you.
dat ik heb veranderd, maar het is veranderd. Oh, wacht. Ik denk dat ik het zie. Ik denk dat ik het fucking zie. En ik ga het terug veranderen, wanneer ik tijd heb. Niet in de bottom corner. Trek de control in even 2. Nou, dan ga ik het gewoon zingen. Nou, maar gelijk steeds uit. Zie je? Ik denk alleen, wat is hier veranderd? I'm so sorry. Oops, not bad. Ha! Holy fuck! Dat was goed, jongens. Hoe zegt die vader jou? Iedereen valt eigenlijk. Alsof iedereen ook hetzelfde probleem als ik. Dan ga ik deze hier even in verwend nemen. Ik heb hier even een vriend. Leef hier all the way. Dat is zo even. Oh mijn god, ja. Dat is dit voor het. Back in. Sorry. Later. Oh. I'm gonna just move. Need to move. Fuck off, joh! Je dook in een gat die er niet was, hè? Hallo. Dude! Watch out, man! Dumbass bitch! Geen wheelie!
Witte waard. Geen sturing. Stuur maar. Geen Willy! Stop nou met Willy's proberen te maken, joh. Dombo's. Ronald, wat was dat voor een lijn? Waar was de gap waar jij voor ging? Zijn ze blind, twee eieren? Ik wil dat we hetzelfde doen als ik, hè? To the handle. Volgens mij was het best te blokkeren dat ik die bocht heb genomen. Dat weet ik helemaal niet.
aan de deur wel? Wacht even. Niks aan de hand. Ik zat fout. Er zit ook iemand bij de deur, dus dat wist ik ook niet. Nou, nog één bocht. For the cameras to take us to Parc Fermé to meet the podium finishers. Let's take a quick look at the Moto3 class final standings. Okay, let us just break.